Welkom bij het maandelijkse gesprek met de burgemeester, de laatste voor de zomervakantie. Burgemeester, veel in het nieuws de afgelopen tijd, 3 oktober. Ja, 3 oktober komt weer aan. En het ziet er naar uit dat we dan weer veel meer kunnen dan afgelopen jaar, toen het niet alleen door de coronamaatregelen niet doorkomt, maar het ook nog eens een keer letterlijk in het water viel. Wat een slechte dag hadden we toen. Nog wel een mooie uitzending die dag, maar geen echt feest zoals we dat gewend zijn. Dus nou kunnen we eigenlijk wel weer zoals we het eigenlijk zouden willen. Maar tegelijkertijd hebben we de afgelopen jaren voor corona ook wel gemerkt dat het eigenlijk niet meer goed veilig te organiseren was. Dat hoorden wij van de horecaondernemers, dat die het lastig vonden om zelf de verantwoordelijkheid er nog voor te nemen. Vooral in het gebied rondom de Nieuwe Rijn, maar ook wel een beetje bij de Hooglandse Kerk en op sommige andere plekken. Wij hebben daar zelf ook goed naar gekeken, want zelf hebben we het ook al jarenlang eigenlijk behoorlijk eng gevonden. En was het heel erg moeilijk om te zeggen, ja, de veiligheid is nu ook echt goed te garanderen. Ook ESI, een onderzoeksbureau dat namens ons dit geheel heeft gevolgd, die zei ook van, ja, het kan eigenlijk niet meer zo. Dan moeten we echt wel aanvullende maatregelen nemen. Dus we hebben goed nagedacht, wat moeten we nou doen dit jaar? En met het punt dat we enerzijds niet precies weten of alle maatregelen dan al zijn afgeschaald of niet. Dat is het ene punt. En het tweede, dat wij toch ook een beetje rekening moeten houden met die veiligheidskant. En het feit dat niemand eigenlijk zin heeft om het precies zo te organiseren als het in 2019 nog georganiseerd is, hebben we wel nagedacht, wat gaan we dan doen? We kunnen ook niet doorgaan op het pad dat het ieder jaar maar drukker wordt. Daar kom je een keer in een spagaat terecht dat je denkt van, nou gaat het niet meer. Want dat is echt de trend, hè? Het werd steeds drukker en daar moet je een keer wat aan doen. Nou, en vandaar dat we nu hebben gezegd, dit is misschien ook wel een mooi moment om eens een keer te proberen om het iets anders te doen. En vanuit de horeca kwam ook wel het signaal, ja, voor 2011... toen organiseerde iedereen een beetje rondom zijn eigen café wat. En dat had ook wel iets. Dus misschien dat we het langs die kant zouden moeten proberen. Nou, dat gaan we nu doen. Dus dat de traditionele zaken zoals die door de 3 Oktobervereniging worden georganiseerd, die gaan dan ongeveer gewoon zo door zoals ze altijd doorgaan. Het feest bij de horeca, daar wordt minder ingezet op een groot feest waar heel veel mensen bij elkaar komen, maar meer op de plekken waar de horecazaken zelf zitten. En om te voorkomen dat zoals vroeger er heel veel bandjes zijn die tegen elkaar aan het opbieden waren van het geluidsniveau, want dat was op een gegeven moment ook niet meer te harden, hebben we wel gezegd, we zorgen dan voor een soort centrale muziek via boten over de grachten. En waar dat niet kan, omdat er gewoon geen water is, dan proberen we dat toe te staan, dat de mensen zelf een klein beetje muziek verzorgen, maar zonder dat dat tegen elkaar opbieden van lawaai het item wordt. Waar gaan die boten varen? Is dat dan alleen de Nieuwe Rijn? Nou, moeten we nog even kijken, daar hebben we nog geen keuze in gemaakt. We zijn nu aan het voorbereiden. Ja, het kan ook een soort peurbakkentocht worden. Bijvoorbeeld. Ja. Er is ook sprake van een feest voor jongeren, hè? Precies. Dat is ook een van de items dat je probeert een bepaalde groep uit de stad te houden om te voorkomen dat het dan toch nog te druk wordt. Want dat willen we nog wel een beetje voorkomen, deze viering. Want dat was ook steeds het item. Als te veel mensen naar de binnenstad gaan, dan gaat dat niet. Dus daar moeten we ook maatregelen voor nemen. Dat doe je zowel in het mogelijk tegenhouden van mensen als dat aan de orde zal zijn. Als het te vol wordt in de binnenstad en iets bieden daarnaast. En dan proberen we daar een heel mooi feest voor te organiseren. En dat is dan echt voor de jongere jeugd die nog geen alcohol mogen drinken? Nou, die keuze hebben we nog niet gemaakt. Het zou best tot pak een beetje 27 jaar of zo kunnen zijn. Oké, en waar gaat dat feest dan plaatsvinden? We hebben nu wel iets in gedachten, maar het is nog net iets te vroeg om dat te zeggen. We moeten nog een aantal dingen uitzoeken. Nog andere wijzigingen met de viering van Leiders aan het Zet, of was dit het wel? Dit is het denk ik wel.
het wordt wel een viering die, wat de traditionele delen betreft, heel erg lijkt op datgene wat gebruikelijk was. Al is het stadhuis natuurlijk even niet beschikbaar. Dus we zullen met de reveille en de koraalzang even ergens anders moeten zijn. Ja. En nou, daar hebben we wel weer een leuk plakje voor gevonden. En er waren nog wel wat vragen uit de stad, signaleerde ik, omdat daar nog niks over gezegd is. Hoe is het dan met de taptoe, de optocht en de kermis? Gaan die allemaal gewoon door? Daar gaan we gewoon vanuit, ja. Nou, u zei al, we weten nog niet helemaal precies welke coronamaatregelen op 3 oktober zijn afgeschaald. We staan weer aan het begin van een zomer. Vorig jaar mocht u in grote lijnen beslissen wat er wel en niet kon. Hè? Dat is dit jaar echt anders. Dat is anders. Het zijn gewoon maatregelen die door de regering zijn afgekondigd. En eigenlijk zijn bijna alle maatregelen weg, behalve de 1,5 meter. Tenzij je kunt aantonen dat je goed gevaccineerd bent of dat je dat je via een testbewijs kunt aantonen dat je vrij van corona bent. Dan hoef je die 1,5 meter niet in acht te nemen op plekken. Nou, we zien dat daar best veel gebruik van wordt gemaakt. Hebben we ook de afgelopen weekend wel gezien. Ook voor de discotheken en dergelijke. Maar het blijft wel iets waar je echt goed op moet letten. We hebben het in Enschede gezien. Als het even misgaat, dan krijg je toch weer een vrij forse uitbarsting. Dat willen we niet. We willen het nu onder controle houden. Dus ik hoop dat we deze zomer goed doorkomen. Fijn dat we alweer zoveel dingen weer normaal kunnen doen. Ik zie ook dat ik weer word uitgenodigd voor allerlei fysieke bijeenkomsten. En dat is eigenlijk ook wel weer leuk. Oh, niet alleen Enschede, ook in Amsterdam zit een groep jongeren in quarantaine. Hoe kijkt u er nou naar in Leiden? Want er zaten enorme wachtrijen voor discotheken. Het eerste festival was er weer in Scheltema dit weekend. Ziet u dat dan met vertrouwen of toch wel een beetje met angst en beven tegemoet? Nou, omdat nog niet iedereen gevaccineerd is, zit er ook wel een beetje angst bij. Het gaat heel hard met vaccineren en ook veel jongeren laten zich vaccineren. Heel blij mee. Het aantal mensen dat zich al heeft aangemeld ligt al boven de 60% voor die vaccinatie. Dat is eigenlijk heel mooi. Dat we daar geen angst voor hoeven te hebben dat niet gebeurt. Maar toch, heel veel mensen zijn nog niet gevaccineerd. En daar kan ook nog wel behoorlijk wat uit voortkomen. En ik hoop eigenlijk dat we deze zomer een beetje goed doorkomen. En dat we ook als de nieuwe lichting studenten naar de stad komen. En als er dan weer heel veel fysiek wordt georganiseerd ook rond die LCIT-bijeenkomst, dat er dan niet echt iets misgaat. Die LCIT zelf, dat gaat wel heel erg vaag, heel erg veilig. Maar datgene wat er omheen georganiseerd wordt, daar zou best eens iets mis kunnen gaan. Als mensen zelf bij elkaar komen, als ze zelf dingen gaan aanpakken. Dat is vorig jaar ook gebleken. Na de vakantie ging het in de studentenwereld het eerst mis. Ja. Dus laten we hopen dat die vaccinatiegraad daar zodanig is gestegen dat het effect dan niet optreedt. Ja. Als u het nou toch mis ziet gaan, hè, in Leiden of in de regio, kunt u dan een belletje naar Den Haag doen van, want u gaat er zelf niet meer over. Dat klopt. Dan moet je aanvullende maatregelen treffen. Overigens, heel veel van die lokale maatregelen die hebben niet zozeer iets met geurboden en verboden te maken, maar meer met een goed gesprek en laten we dit en dit zo organiseren. Dat hebben we afgelopen zomer ook gezien. We hadden die uitbraak in Hillegom, we hadden een uitbraak in Katwijk en een grote uitbraak in Gouda. En het is eigenlijk allemaal opgelost, niet met extra verboden, maar met gesprekken met de groepen waar dit speelde. En die hebben zich vervolgens heel strak aan de regels gehouden en toen ebde het ook weer weg. En dat is misschien nog wel de belangrijkste inzet die je mag verwachten. Een heel ander onderwerp, maar u gaat er ook over, handhaving. Vorige week was daar opeens het bericht dat er een soort jeugdbende eigenlijk is opgerold in Leiden. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, het is in Zuidwest geweest en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar heel erg van geschrokken ben. Er was sprake van mishandeling, terroriseren van buurtbewoners. Behoorlijk fysiek letsel op toegebracht. Ja, dat zijn dingen die we natuurlijk absoluut niet tolereren. Dus daar wordt ook streng op geacteerd. Mensen zijn opgepakt, dat is natuurlijk aan het Openbaar Ministerie om dat te leiden en de vervolging in te stellen. Maar we kijken wel collectief, wat betekent dat nou voor dat gebied en hoe kunnen we voorkomen dat dit een lang leven beschoren is. Dus dat dit ook echt de kop ingedrukt wordt en dat ook degene die een beetje als meelopers hebben geacteerd, dat we die ook voldoende kunnen aanspreken en dat dit stopt.
Ja, want er zijn geloof ik 5 mensen nu in eerste instantie aangehouden. Meer aanhoudingen werden niet uitgesloten, meldde de politie. Is dat nu ook nog steeds de situatie? Dat is de situatie. En daarnaast kun je ook denken aan andere maatregelen. Je kunt als burgemeester een dwangsom opleggen. Dat doen we in de praktijk wel vaker. Dat als jongeren zich misdragen, maar dat geldt ook voor anderen. Dat die dan een dwangsom krijgen. Dat bij het overtreden van de voorschriften daarin moeten ze dat bedrag dat daarin genoemd wordt acuut betalen. En dat kunnen vrij forse bedragen zijn. En dat helpt vaak wel om mensen die keer te laten nadenken. Kwam dit nou opeens op of sluimerde dit al veel langer? Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij volkomen nieuw was. En dat gebeurt toch niet zo vaak. Ik moet zeggen, meestal hoor je toch wel links en rechts wat er een beetje speelde. Maar dit was voor mij volkomen nieuw. En dat is ook nog wel een vraag. Hoe komt dat nou dat het zo lang onder de radar gebleven is? Ja. Dus dat is wel een serieuze vraag om even mee bezig te zijn. En een deel van het antwoord is dus dat mensen niet zo makkelijk aangifte doen. Ja, mensen zijn bang om het te zeggen. Dus dat speelt mee. Wat gaat u hier nou concreet aan doen? Want ouders spelen neem ik aan hier ook een rol, want het gaat om jonge jongeren. Dat klopt. Ik kan er eigenlijk nog niet zo heel veel over zeggen wat er verder gebeurt, behalve die aanhoudingen, omdat daar nog veel te veel op voorbereid moet worden. Oké. Een heel ander onderwerp, de politiek. U bent ook voorzitter van de Leidse gemeenteraad. Zeker. Voorzitter van het presidium. En van het presidium. Ingewikkeld woord, wat doet het presidium? Het presidium is eigenlijk een soort agendacommissie voor de raad. Die zorgt ervoor dat alle agenda's voor de verschillende commissies en voor de raad op een zodanige goede manier gepland worden dat het ook allemaal een beetje ordentelijk zijn verloop krijgt. Dus we denken er altijd na, wordt het niet te vol in de raad? Kan het op zo'n avond afgedaan worden of kan het niet afgedaan worden? Moet het over meerdere avonden gespreid worden? Nou, dat type dingen doen we dan echt. En juist daarop kwam vanuit diezelfde gemeenteraad een beetje een noodroep. Hè? Het wordt vooral bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling, waar alle bouwprojecten en dergelijke in zitten, echt veel te druk. Vergaderingen duren eindeloos tot diep in de nacht. Extra vergaderingen, we trekken het allemaal niet meer. Trekt u zich dat aan? Ja, dat hebben we natuurlijk gezien. En het presidium zag dat al een tijdje aankomen. Want ja, wij zien ook dat die agenda's vol lopen en dat je al bijna tot kerstmis vol zit. Dat zegt wel wat, ja. dat zo is. En dat vraagt ook wel met elkaar nadenken, wat betekent dit eigenlijk en hoe gaan we daarmee om? Het heeft niet zoveel zin om met vingertjes te gaan wijzen. Het is echt niet zo dat vanuit het college dat gedaan wordt om de raad te pesten, of met name die commissie Stedelijke Ontwikkeling. Er gebeurt gewoon veel in de stad. En dat is op zich goed, want hoe meer er in de stad gebeurt, hoe sneller en beter wij vraagstukken kunnen oplossen. Mensen die op zoek zijn naar een huis vinden het fijn dat er veel huizen gebouwd worden. En dan zou het heel jammer zijn als de raad de bottleneck zou worden om projecten door te laten gaan. Het is ook niet zo dat het allemaal een kwestie is van beter plannen. Dat is ook niet het geval. Bij die projecten kun je niet op zeer lange termijn precies uitrekenen. Dan en dan en dan is het klaar. Dat is niet te doen. Mensen zijn bezig met forse onderzoeken. En dan is iets bijna klaar en dan kan er plotseling soms iets tegen zitten, waardoor ze soms weer 2 maanden extra nodig hebben om dat op te lossen. Dat is niet goed te plannen. Dan komt het bij een andere vergadering erbij. Dus dat is lastig. Er gebeurt gewoon heel veel. Dat moeten we ons realiseren. Maar een reguliere vergadering begint om 8 uur en is eigenlijk om 11 uur officieel afgelopen. Nou, dat laatste dat gebeurt zelden. Het gebeurt wel regelmatig dat er dan maar een uurtje eerder al wordt begonnen, omdat de agenda lang is. Maar ook als ze om 7 uur gaan vergaderen, wil het nog wel eens na middernacht pas klaar zijn. Of na 1. Kan je dan nog wel goede besluiten nemen? Ja, dat soort elementen moet je dus meewegen. Plus het feit dat er zoveel extra vergaderingen gepland zijn, dat het daardoor zo vol is. Kijk, en dan moet je met elkaar bespreken, waar ligt dit nu aan? En er zijn een aantal aspecten waar je aan kunt denken. Een aantal daarvan die spelen meer voor de volgende raadsperiode. Is de indeling in commissievergaderingen eigenlijk nog wel zo goed als 1 commissie het heel druk heeft en die andere commissies iets minder? Zou je de indeling niet iets anders moeten maken, zodat het meer gespreid wordt? Maar dat is iets voor een langere termijn. Je kunt ook denken, zouden sommige thema's niet nu al in een andere commissie kunnen komen? Hebben we nu ook een experiment mee gedaan dat we dat gaan voorbereiden? Dat is ook een manier, hebben we het met de fractievoorzitters al over gehad of dat niet een oplossing zou zijn. Die vonden dat wel een goed idee overigens. Dus laten we die kant eens bekennen. Wat ook speelt is,
wordt niet te veel op allerlei details ingezoomd. Een deel van die discussie gaat echt over hele kleine details. En er is nu eenmaal ook een verschil tussen verschillende gemeenten op welk niveau je de discussie voert. Mm-hmm. In kleinere gemeenten gaat de discussie vaak meer in detail. In de grootste gemeente, Amsterdam, Den Haag, op een veel hoger abstractieniveau. Nou, ik denk dat Leiden zich erop moet voorbereiden dat de discussie ook op een iets hoger abstractieniveau gevoerd moet worden. En dat heeft straks ook wel voordelen. En straks is dan na de verkiezingen? Ja, daar moet je echt wel aan denken. Voor de korte termijn los je het niet geheel op. En is het toch een kwestie van hoe kunnen we hier zo goed mogelijk mee omgaan. Om ervoor te zorgen dat datgene wat is voorbereid en wat allemaal ten bate is van de samenleving, dat dat ook niet stopt. Nou, voor iedereen die erbij betrokken is nog een paar lange vergaderingen te gaan. En dan is het vakantie? Dan is het vakantie. Nou, dit is ook ons laatste gesprek voor die vakantie. In september bent u hier weer. Gaat u zelf nog weg? Ik ga dit jaar in Nederland blijven, maar we gaan wel leuke dingetjes doen. Ik wandel graag en we zijn met nog een aantal mooie wandelingen bezig en die gaan we afmaken. Dank u wel. Graag gedaan.